with Action Time. Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag ga ik echt iets compleet anders doen dan normaal. Het heeft ook niks met paarden te maken. Maar ik heb jullie namelijk op Instagram gevraagd of jullie een video wilden zien van dat ik ga paragliden. Oh, ik vind het zo spannend. Ik zit hier dus nu in Turkije. Ik ben hier op het in het hotel, in het appartementencomplex. En ons huisje zit daarachter. En het is hier echt zo warm iedere dag. En ja, echt super lekker hier. Het is een heel lekker zwembad daarachter. Dus super chill. En een paar honderd meter lopen en dan sta je aan het strand. Een heel leuk dorpje, dus echt heel leuk. En daarboven in de lucht zijn constant allemaal paragliders bezig. En ik zat de hele tijd zo van, het lijkt me toch best wel gaaf om het een keertje te doen. Durf ik dat wel? Want ik heb best wel een beetje hoogtevrees. Dus ik vind het echt wel heel erg spannend. Maar ik had zoiets, ja, ik ga het gewoon doen. Eens in mijn leven moet ik dat gewoon gedaan hebben. Ik vind dat gewoon echt wel, dat moet gewoon. Dus ik ga het doen. En het is, mijn ouders zeiden dat het ongeveer 2 kilometer hoogte was. En dan ga ik eerst met een busje naar boven toe. En dan is het van een soort van platform, ren je dan af. En het schijnt dat er boven zulke hoge wind is dat je 2 stappen zet en dat je dan al vliegt. En het duurt ongeveer een half uur met de bus naar boven en ongeveer 40 minuten naar beneden met de parachute. En ik ben dan met iemand anders, met de piloot. En het wordt ook allemaal gefilmd onderweg. Dus mijn vader, die houdt zo meteen de camera beneden en die filmt van beneden. En de piloot filmt vanaf in de lucht. Dus dat is echt super gaaf. Dus ik kan jullie helemaal meenemen in alles. En ik moet om 2:50 bij de office zijn. Waar ik geboekt heb voor dat. Maar ik ga nu eerst nog even snel eten hier. Eten is hier trouwens echt heel erg lekker. En daarna ga ik dan om 2:30 vertrekken met de bus naar boven. En ik heb me net even snel omgekleed en mijn haar even losgenomen. Want ik moet een helm op. Want ik heb net namelijk gezwommen. En mijn zusje die gaat straks ook nog parasailen. Dus dat is zeg maar met een parachute achter zo'n boot. Dat ga ik niet doen, want we mochten allebei een dingetje doen. En ik ga paragliden. En mijn zusje gaat dus parasailen. En mijn ouders hebben zo'n Turkse massage gedaan. Dus ik ben echt best wel een beetje zenuwachtig. Maar we gaan wel zien wat er gaat gebeuren. Nou, ik ben dus nu op de plek vanuit waar we moeten verzamelen. En daar heb ik van de week ook wat geboekt. En het komt nu wel heel dichtbij. En zo meteen al vlieg ik, kom ik daar die berg over. Daarachter is ergens waar we opstijgen. En mijn ouders staan dan hier beneden. En dan via een soort walkie-talkie, radioachtig ding, houden ze met de piloot waarmee ik vlieg in de gaten waar ik ben. En dan kunnen ze vanaf hier precies aanwijzen waar ik vlieg. En ze gaan me zien vanaf dat ik over die berg heen kom. Maar ik vind het best wel spannend. En ik ga maar eventjes. Ja, ik vind het wel heel erg leuk, maar ik ben wel zenuwachtig. Maar goed, het zal wel goed komen. How was your flight? It's amazing. It's amazing. Hello, his background is Babada. His takeoff 1800 meters. Hi. Today is a very good day. This direction is good and it's perfect. Look at this very comfortable position. It's very good color, and it's dark blue. Action time. Okay.
Destiny? Yeah. Okay. I'm waiting your permit here. Destiny, ben Lucio. Az is ben. Kanat numara 0. Ah, okay. Landing time, little bit. Yeah. Landing. Nice. Landing is very easy, Destiny. Yeah. I say you first stand up, your stand ups, two steps walk. Okay? Yeah. Gaat het dus? Ja. Super? Ja. Hoe ligt die? Het is oké. Ja. Yes. Thank you. Bye bye. Bye bye. Jij je bril misschien eerst. De glazen. Thank you. Thank you to bring it back safely. Hij komt voor de movie. Oké, we kijken over. Ja. Dit. Even vloggen. Nou, ik ben net geland en het was echt zo ontzettend gaaf. Echt, oh, ik vond het zo cool. Ik was best wel een beetje gespannen toen ik boven stond, want er gingen er nog een aantal voor mij, die gingen dan zeg maar opstijgen. Dat was take-off en dat was van zo'n platform af. En dat was, gelijk als je van dat platform af was, zat je heel hoog. Dus dat vond ik best wel spannend, maar het was zo gaaf. En het is echt zo gaaf. Je kunt heel ver kijken en hele mooie beelden. Dat was echt heel erg cool. Ja, en ik heb ook nog een klein beetje wat stuntdingetjes gedaan. Een beetje gedraaid en een beetje heen en weer. Dat was ook heel gaaf. En ik ben echt wel, ik vond het zo leuk. Nou, ik ben ondertussen weer terug in het hotel en ik heb net eventjes gezwommen en gedoucht. Want het was echt super warm weer daarna. Dus ja, ik ben eventjes snel onder de douche geweest. Dus ik heb nu ook andere kleding en zo. Maar ik vond het paragliden echt zo ontzettend gaaf. Dat was echt... Oh, ik heb echt niet vaak zulke soort gave dingen gedaan. Het was echt super cool. En ik ben heel erg blij dat ik het gedaan heb. Ik vond het dus wel best wel een klein beetje spannend. Maar niet extreem erg. Want ik had mijn verstand een beetje op nul gezet en gewoon gaan. Dus ja, ik ben echt super blij dat ik het gedaan heb. En het was zo'n mooie ervaring gewoon. Ik heb op bijna 2 kilometer hoogte zweefde ik boven de zee en boven de bergen. Ik had hele mooie dingen gezien en ik kon vanaf boven precies zien waar we een beetje geweest waren. En ik had hele leuke gesprekken met de piloot ook onderweg. Dus ja, dat was echt heel erg gaaf. En de temperatuur boven was ook echt super lekker. Want het was ongeveer 27 graden boven en het waaide iets. Dus daar was het echt super lekker. En toen kwam ik op de grond en wilde ik gelijk iets. Oh, heet. En ik heb me van tevoren ook best wel een beetje druk gemaakt over het stijgen en de landing. Maar ja, dat ging eigenlijk heel chill. Want de piloot die bleef boven tegen me praten. Waardoor het stijgen eigenlijk... Ja, vond ik niet heel spannend meer, want hij hield me bezig. Ik kon er maar geen moment zo eens nadenken van oké, dit ga ik niet doen. En bij het landen was eigenlijk heel makkelijk, want zowel bij het stijgerslanden hielp er dan iemand.
Dus ja, je wordt gewoon vastgepakt en bij het landen is het eigenlijk gewoon op de grond zetten en twee stappen en je staat. Dus dat is eigenlijk super makkelijk. En dat vond ik ook heel erg fijn. Maar ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. En nou zijn we, mijn moeder die zei tegen mij, en durf je nu ook te skydiven? Dus dat ik uit het vliegtuig spring en dan eerst een 500 en daarna zo'n parachute die open gaat. Ik weet niet of ik dat durf. Het lijkt me wel vet om gedaan te hebben ook. Maar ik weet het niet zo goed. En bungee jumpen zou ik echt nooit van mijn leven doen. Want het idee al dat je zo zeg maar zo op z'n kop naar beneden springt. En dan ineens zo poep weer omhoog gaat. Nee, dat lijkt me echt helemaal niks. Dus bungee jumpen is niet. Dat ga ik echt absoluut niet doen. Skydiven lijkt misschien wel een keertje leuk om te doen. Maar ja, ik ben dus echt super blij dat ik het gedaan heb. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om een keertje een andere video te zien. En want ik had het jullie namelijk op Instagram gevraagd. En daar zeiden jullie allemaal ja, ja, doen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!